Yes, ik ben in Dordrecht op het Da Vinci College en ik ga vandaag langs bij ICT en Media. Misschien moet je gewoon meegaan. Ja, ta-ta, ra-ta-ta. Wie ben je en wat doe je hier? Ik ben Francine van Kan en ik werk op het Da Vinci College als docent gedeeltelijk, maar ben ook projectleider. Projectleider voor dit onderwijsleerbedrijf waar we nu in staan. Dat heet WIPER. WIPER. En hierin werken we samen met een lokale Dordrechtse ondernemer, samen met leerlingen. Wij faciliteren dat applicatieontwikkelaars en ook mensen van art en design hun werk kunnen doen door computers te bouwen, in te richten. Netwerken in te richten, te beveiligen, dat soort dingen doen we hier. Oké, dus de mensen die hier naar school gaan, die komen hier langs, die zien dit. Ja. Die denken, hé, hier kan ik misschien een keer aansluiten. Ja, ja. Alle leerlingen die op de opleiding ICT-beheer zitten, mm-hmm. die zitten hier in hun eerste leerjaar 1 dag in de week. En daarin leren ze dat soort dingen te doen, ook met klanten om te gaan. Dat is wel echt een goede manier om erin te stromen, toch? Ja, echt heel leuk. We zijn dit vorig jaar gestart. Ja. En tot nu toe bevalt beide partijen, of alle partijen, eigenlijk heel goed. Het is ontzettend leuk. Het is heel leerzaam voor leerlingen. En we hebben hier, en dat is eigenlijk heel belangrijk in alle vakken, is dat we heel veel lol hebben hier met elkaar. Nee, ik zie het dus ook wel goed ingericht. Ja, ik doe er ons best voor. Ja, ja. Ja. En wat vind je zelf zo leuk aan het werk? Voor mij persoonlijk dan is het heel erg de mogelijkheid om allerlei creatieve dingen met ICT te doen. Ja, ja. Dat geldt natuurlijk niet voor alle ICT'ers, want heel vaak willen die ook gewoon heel serieus hun werk doen. Ja. Maar ik vind het vooral leuk om de grens op te zoeken tussen techniek en creativiteit. Ja, ja. Ja. Ik zag dat je ook zelf iets had gemaakt. Ja, ja. Ik zag daar een... Hoe zou je het zelf omschrijven? Een collega van me die had een nieuwe hobby. Die ging van die glas- en loodraampjes maken. Ja. En hoe het in mijn hoofd dan altijd werkt, is dat ik denk, oh, dat is interessant. Wat kan ik hiermee? En toen kreeg ik meteen het idee van, ja, ga ik een beeldscherm achter zetten. En dan zet ik een Raspberry Pi, dat is een mini-computer waar ik heel veel mee werken, zet ik erachter en dan ga ik een toffe website erachter programmeren. Ja, ja. Nou, en zo is het ook gebeurd. Ja. Dat is eigenlijk een beetje Mondriaan zo, met die kleuren. Ja, 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 ja. Puzzelen jullie vaak? Nee, niet echt. Ja. Want jullie lopen hier stage, wat doen jullie precies? Wie ben jij en wat doe je? Ik ben Björn en ik... Meestal hier achter de balie sta ik studenten te helpen met problemen. En hoe vaak doe je dat? Een paar keer per dag. Een paar keer per Vooral dag? Vooral aan het begin van het jaar als het super druk is. En dat combineer je dan gewoon met je studie natuurlijk? Ja. En dat, hoeveel uren dan per week ongeveer? Ongeveer 40. Oké. Okay. Maar hoe is dat? Leuk. Is het een fijn adres om te werken? Ja, vertrouwde omgeving. Ja. En wat is het doel uiteindelijk hierna? Een diploma halen en daarna gelijk werken. Gelijk werken? Ja. Nou, eigenlijk werk je dus eigenlijk al hier een soort van. Mm-hmm. Ja. Nou, leuk. En jij? Wie ben je, wat doe je? Ik ben Sedar en ik volg de opleiding ICT en ik loop stage bij WIPER nu. Oké, okay, en wanneer ben je hier klaar? In februari, ja. En wat wil je dan gaan doen? Verder studeren, dat is mijn kant. Ja. En wat is uiteindelijk het doel? Van stage? Of? Ja, van na je studie? Na de studie wil ik bij ICT blijven en niveau 4 gaan volgen en dan een HBO hopelijk. Ja. En hoe voelt het? Want hier ben je eigenlijk al eens voor hè, op de werkvloer. Ja. Dat is natuurlijk wel heel fijn dadelijk voor je diploma. Zeker, ja. Want wat leer je hier allemaal? Je leert vooral met klanten leren omgaan en vooral met computers werken en meer ervaring opbouwen en wat dan ook. Björn, heb je al dingen meegemaakt met klanten die heel leuk waren? Vooral de onderlinge gesprekken. En minder leuke dingen? Geïnterviewd worden bijvoorbeeld? Ja, dat dus ook. Ja, dat is gewoon echt niet mijn ding. Als het lang duurt, ja. Vooral als een klant een super langzame laptop heeft, ja, ja. Kan ik echt niet tegen. Oké. Okay. Heb je nog vragen van mij? Wat vind jij van interviewen? Nou ja, ik doe het wel eens. Ja. Wel leuk. Ik ga wel even boven kijken, Hans. Ik ben wel benieuwd. Ja, bedankt. Nou, succes met de puzzel. Yes. Ja? Dank je. Wie ben je en wat doe je op Da Vinci?
Ik ben Peter Vogelaar en ik ben heel veel bezig met stagiaires en bedrijfscontacten. We hebben binnen DaVinci altijd heel veel contact met bedrijven en we proberen ook altijd echte opdrachten in het onderwijs te brengen. Ja. En in dit geval is dat goed gelukt. We zijn bezig met een project voor de 360-fabriek. Zij zijn bezig met objecten te digitaliseren als een 3D-object. Ja. En die kun je daarna gebruiken voor webshops, voor trainingsdoeleinden, AR, VR. Ja. De meest geweldige dingen kun je ermee doen. En wat zij aan ons gevraagd hebben, is om samen met de studenten een scanner te maken waarmee we eigenlijk op een eenvoudige manier objecten 3D kunnen maken. Ja, en is het dan zo dat het bedrijf dan, dat komt hier dan over de vloer en uiteindelijk misschien ook wel gaan kids daar stagiaire lopen? Ja. Dat werkt op die manier? Ja, het is in dit geval het mooie van deze vraag was dat het is niet een product wat al heel erg bekend is, dus er is niet een handleiding. We moesten ook samenwerken met een aantal opleidingen, dus we hebben iemand van Smart Technology, van Software Developer. We hebben mensen die van Art & Design bezig zijn met het design, zeg maar, voor de website. Dus er zijn wel vier opleidingen bij betrokken om dit goed voor elkaar te krijgen. Tof, dus eigenlijk is het dan gewoon een echte productie? Ja, dus ja, het gaat echt gebruikt worden. Ja, ja, dat is heel leuk. En wat is voor jou zo leuk om hier te werken op deze school? Nou, deze school is gewoon geweldig, omdat we heel veel samen doen met het bedrijfsleven. Ik ben zelf nog niet zo heel lang docent. Ja. Dus ja, hier kom ik eigenlijk alles tegen wat ik hiervoor heb gedaan. Ja, en dat vind je er leuk aan? Dat vind ik leuk. Dus en natuurlijk het werken met echte studenten. Ja. En wat maakt het interessant om in de ICT te gaan werken? Nou, ik denk dat het mooiste is dat je dingen gaat maken die eigenlijk nog niet bestaan. Maar dat je na gaat denken en als je het project in kleine stukjes hakt, dan zijn al die kleine stukjes, is het opeens wel mogelijk. Bovendien is het echt nog een vak waar we de komende jaren gigantische stappen gaan maken. Ja. Er gebeurt nog zoveel op ICT-gebied. Dat gaat echt grote impact hebben op de hele maatschappij. En het creatieve aspect ervan, zeg maar. Want het begint natuurlijk vanuit niets en dan heb je iets, denk aan een app of zo of iets anders. Dat maakt natuurlijk ook heel erg leuk. Ja. Ja, geweldig. Ja. En hoeveel mensen zitten er nu hier op deze school? 1000 bij Art & Design en ICT, maar we hebben natuurlijk nog veel meer domeinen en sectoren. En merk je dat er steeds meer animo is voor leerlingen hier op school? Binnen ons vakgebied, media vormgeven, dat bestond vroeger uit een aantal losse vakjes. Het grafisch vormgeven, het filmen, het interactief. En wat je ziet is dat er nu een enorme verschuiving is. Drukkerijen, dat is echt veel minder. Maar er is bijna geen bedrijf die niet online wil, die filmpjes wil. Ja. Als je hebt over een toekomstbestendig beroep, dan moet je eigenlijk hiernaar kijken. Zeker, ja, daar ben ik ook van overtuigd. Komen er ook wel eens mensen terug na een stage? Of? Nee, er worden wel eens mensen weggestuurd van de stage en die komen terug naar school, maar dat is natuurlijk niet wat je bedoelt. Nee, ik bedoel eigenlijk meer Mitchell, die heeft hier op school gezeten. Ja, Mitchell is een oud student van ons. En nu staat hij daar. Ja. In het bedrijfsleven. Ja. Nou, maar wel leuk om te zien dat iemand gewoon hier begint en dan nu dan daar staat. Nou, Mitchell, succes. Oké, wie ben jij en wat doe je? Nou, ik ben Marlon van Gulik en ik studeer nu het tweede jaar op applicatieontwikkeling. En waarom ben je dat gaan doen? Ik ben van de HAVO afgegaan omdat ik daar niet naar mijn zin had. Oké. En het was veel te theoretisch, allemaal boeken lezen. Nou, dat is echt helemaal niks voor mij. Nee. En ik ben MBO gaan studeren en heb voor applicatieontwikkeling gekozen omdat ik altijd al interesse had in programmeren en het maken van programma's. Ja. En dan, dit is dan de plek waar je dat allemaal kan gebruiken en waar je ook creatief kan zijn en het zelf kan doen. Ja, zeker, absoluut. En waar ben je nu mee bezig hier op school? Nu zijn we op stage en op stage maken we een 3D-scanner. Mm-hmm. En die 3D-scanner dat is een project en kunnen we echte objecten, kunnen we een 3D-model van maken die bijvoorbeeld te gebruiken zijn in games of webshops. Ja. En je maakt de 3D-printer zelf, dus wat eruit komt, dat komt eruit? Nee, we maken de scanner. Ja, de scanner. En we zetten daar een echt object in, zoals een stoel of een tas of iets. Die gaat dan ronddraaien. De camera's die maken dan foto's en dan komt er een model uit. En jij, wie ben jij en wat doe jij?
Ik ben Rick de Boer. Ik zit op het DaVinci bij het Smart Technology gebied in de duurzaamheidsfabriek. Ik werk mee aan dit project vooral met elektronica. Oké. Okay. En jullie zijn een team? Ja, we allemaal werken gewoon samen in verschillende gebieden om dit project te kunnen afmaken. En waarom ben je dit gaan doen? Wat was je fascinatie binnen dit gebied? Ik hoorde toen ik deze stage voorbij zag komen dat we werkten met 3D-scannen en wat in VR en AR gebruikt zou worden, dat wel interessant genoeg klonk. Dus ik had ook wel interesse om gewoon in een leuk project gewoon samen te werken met mensen, want dat zie je niet heel vaak met een stage. Meestal heb je niet echt zo veel mogelijkheid voor jezelf. Meestal krijg je gewoon een object of gewoon een opdracht voorgewerpen en dan moet je dat gaan maken. Ja. Maar in ons geval kunnen wij gewoon echt onze eigen ideeën naar voren brengen, ontwikkelen en in een echt product maken. Maar dat is eigenlijk heel tof, want dat betekent eigenlijk dat je nu eigenlijk al bezig bent met dingen die je zelf wil doen. Ja. En ik doe ook steeds meer kennis hiermee op. Ik leer hier dingen die ik dan in latere projecten ook kan toepassen. Ja. Oké, ik ben nog op zoek naar een virtuele dubbelganger. Dus voor mijn stuntdubbels dan natuurlijk. Het traject begint met het opzetten van de camera's en de paal. Ja. Die elektriciteit aansluiten, de Raspberry Pi's aansluiten, router, internetverbinding, laptop erop. Mm-hmm. Daarna moet ik verbinding maken via SSH met consoles. Ja. En ik vind het altijd wel fijn met SSH en consoles, hoe dat werkt. Het gaat heel snel. Dan. Ja, nee, Linux is erg prettig om daarmee te gebruiken. Ja, Linux, mee gewerkt. En verder, ja? En dan kies je een object? Ik kies een object om te scannen, die zet je op die plaat. Ik heb een programma geschreven en dat programma, daarmee kan je makkelijker zonder console zien. En klikken. Ja. Dus dat is altijd echt fijn voor de gebruiker. Ja, en dan als we uiteindelijk beginnen foto's te maken, dan maken we elk van de camera's één foto. Dan wordt het doorgestuurd via de router en als het goed is direct naar je laptop. En dan wordt het naar het doosje wat daar op de grond ligt en is jou gestuurd. En dat zorgt ervoor dat de draaitafel eventjes draait. Het doosje heeft ook zijn eigen knoppen en potentiometers om gewoon het apart te zetten. Dat hij om de bepaalde tijd gewoon draait, zodat je met een eigen camera en een shutterkabel gewoon hem kan activeren. In plaats van dat je een hele camerasysteem hebt ernaast. En de bedoeling is dat je gewoon een volledig beeld krijgt van wat dit is, om het vervolgens... Ja, het object draait rond en we nemen gewoon om de ongeveer 10 graden of zo nemen we een foto van ongeveer elke hoek, zodat je uiteindelijk een collage van al die foto's hebt wat je in een programma kan gooien en dat door een algoritme wordt gewoon een 3D-model uitgespuugd. Wat je nu ziet zijn de Raspberry Pi's die op de paal zitten. Mm-hmm. En wat ik op mijn laptop heb is de Raspberry Pi die daaronder ligt. Daarbij heb ik ook nog de console van de GUI, die loopt op de achtergrond, die kan ik debug informatie op zien, dus dat is wel prettig. Dan heb ik zelf ook nog de GUI zelf natuurlijk, want dat is ook wel handig. Ga ik maar beginnen met de camera's goed zetten. En is er een reden voor dat het op zijn kop is, alles? Vooral OpenGL is daar verbeend mee, want dan moet je de rauwe RGB-data moet je in de buffer schrijven. Ja. En dat draait het om. Dat kost veel tijd. Voor de JPEG-compressie kost helaas te veel tijd. In OpenGL kost het niet heel veel tijd, want dat is allemaal op mijn laptop en mijn laptop is redelijk goed. Maar dit zijn wel dingen waarin jullie nog gaan sleutelen, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Dit is allemaal nog maar een testversie. Ja. Dus elke dag dat we samenkomen, proberen we wat te verbeteren hier en daar. Ja, zeker. Uiteindelijk hebben we dan een werkend project. Nou, leuk. Nou ja, heel veel succes nog met het project. En bedankt dat ik even mocht komen kijken. Ja, was zeker leuk. Dank je wel voor het interview. En ben je nou geïnteresseerd? Ga dan even naar de site en misschien zit er ook wel iets bij voor jou.